de tweede aflevering van Kleur de Kamer. Het programma waarin wij wel op zoek gaan naar meer kleur in die Tweede Kamer. En in deze uitzending praten we met Raoul Bouke, Milka Yemane, Stephanie Bennett, Elvin Richters en oud-Tweede Kamerlid Naima Azoug. Maar we beginnen natuurlijk eerst met wat nieuws en opmerkingen van Ian van der Kooijen, mede-initiatiefnemer van Kleur de Kamer. Ian, wat heb je voor ons? Ja, eigenlijk het eerste waar ik mee begin. De vorige uitzending hadden we in de studio Nathalie Neder van de ChristenUnie. Die een doofpotaffaire aan het licht gebracht heeft in haar gemeente. Daar vertelde ze ook over. Namelijk, er werd discriminatoire beleid gevoerd bij aanname van personeel. Het rapport was verdwenen en zij heeft het boven tafel gehad, waardoor het nu eindelijk besproken kan worden. Inmiddels is, mede door onze uitzending, het ook in de Volkskrant verschenen en is het landelijk nieuws. Dus dat geeft al aan hoe belangrijk het is om mensen te hebben die zich vastbijten in bepaalde issues. Ja, goed van haar. Ja, ja. Absoluut. Is er nog meer? Ja, nee, absoluut. Er is een nieuw initiatief gestart van vier kandidaat Kamerleden van kleur. Vier dames. Ze noemen zichzelf de Dutch Squad. Ze zijn ook te vinden op de website van kleurdekamer.nl. En eigenlijk naar het model van in Amerika met onder andere Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, proberen zij zo'n verbond dwars door de partijen heen ook met elkaar te sluiten. Het hangt een beetje in de lucht, hè? Ja, de samenwerking. Er zijn nog meer initiatieven, toch? Ja, er zijn nog meer initiatieven, maar dat ga ik zo vertellen. Namelijk, wat ik ook gezien heb in de krant, is dat zeer recent een dame die voor de politie werkte in Den Haag ontslagen is. Zij was een klokkenluidster over de racistische sfeer binnen het politiekorps van Den Haag. Ze is eerst op non-actief gesteld. Waarom? Het korps vond dat eigenlijk wat zij zei de sfeer bederfde. Dus het racisme wat zij aankaartte bederfde de sfeer. En inmiddels is ze afgelopen woensdag ontslagen. Een klokkenluidster die ontslagen wordt door de eigen korpsleiding, die het racisme niet aan wil kaarten en dat als sfeerbederf typeert. Ja, maar was het in apart. De Kamer? Was het in de krant, sorry? Ja, dat stond in de krant inderdaad. En zij is toevallig de nummer 4 van de politieke partij NIDA, die ook een gooi doet naar, naar een zetel in de Tweede Kamer. Dus ook wederom een bewijs dat meer kleur in de Kamer echt nodig is. Ja, nou wat mij opviel, want als we het hebben over dat ze de sfeer bederft, weet je wel, ja. Omdat ze een aantal opmerkingen maakt. Het bericht van Ruud de Wild, die heeft dan zo'n programma waar hij dan de politiek bespreekt. Ja. Aan de hand van lolligheid, door te verven of weet ik veel wat. Ja. En hij wilde niet met Sylvana Simons praten, omdat hij haar zo bozig vindt. Maar vervolgens gaat hij wel leuk op de foto staan met die nazi, die neonazi, weet hij? Thierry Baudet. Ik bedoel, als we het hebben over bozig zijn, die man is continu boos over van alles en nog wat. Ja, wat hij eigenlijk zei is van, hij vindt Sylvana Simons polariserend. Oh, en Baudet niet, hè? Nee, precies. Nee, dat geeft weer aan. Dat is een bruggenbouwer. Ja, dat is een enorme bruggenbouwer. Dus dat geeft ook aan hoe de gedachte, zowel in de media, in de hoogste regionen van de media, in de hoogste regionen van het bestuur, eigenlijk ervoor zorgt dat we niet vooruit gaan, maar achteruit gaan. En dat vind ik wel apart. Want ik zei net ook al van in de hoogste regionen van het bestuur. Ook de politie Rotterdam. Ik weet niet of je het gelezen hebt of gehoord hebt. De politie Rotterdam was een appgroep met agenten die allemaal racistische uitspraken hadden over mensen van kleur. Dergelijke. Nou, daar kwamen de meest vreselijke termen in voor die ik niet eens wil herhalen hier. En wat is er besloten? Wederom door de korpsleiding. Deze mensen krijgen een reprimande. Foei, je mag niet racistisch zijn. Ga maar weer de straat op. Ja, maar Sylvana Simons moet aan de hoogste boom gehangen worden. Ja, daar lijkt het wel op. Dus het is zo verschrikkelijk nodig dat we echt mensen ter verantwoording roepen. En denken, ja, is dit het Nederland wat we willen creëren met z'n allen? Er komt bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, waar iedereen inmiddels wel weet van heeft. Nou, er komt eindelijk een parlementair onderzoek. Maar er is met klem in het parlementair of in de onderzoeksopdracht opgenomen voor het parlementair onderzoek, dat we niet gaan kijken naar de ambtenaren die wederom racistisch zijn. Die kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Het is bij wet verboden dat je racistisch mag zijn. Maar als je een racistisch ambtenaar bent. Maar je kan die zaak toch wel aanhangig maken? Niemand kan je toch verbieden om daar een punt van te maken? Nou ja, maar of dat ze het voor de rechter te brengen. Maar als er in de Tweede Kamer niemand daar een punt van maakt wanneer zo'n onderzoek wordt opgesteld of een onderzoeksopdracht wordt opgesteld, dan gaat daar dus ook geen onderzoek naar plaatsvinden. Ik kijk naar onze kandidaat Tweede Kamerleden. Er is werk voor jullie aan de winkel. Ja, maar eventjes, even terugkomend op die initiatieven die er allemaal zijn. Ja. Want
Het komt niet zomaar opeens. Het hangt in de lucht. Het is, of het zijn mensen zijn nu echt verop en zeggen van er moet nu iets veranderen. Ja. Dat er allerlei campagnes van start gaan om meer kleur in de Kamer te krijgen. Dus wat kan je nog meer noemen? Nou ja, kijk, met Kleur de Kamer proberen we ook een beetje met de tijd mee te gaan. Dus we zitten nu zelf op Clubhouse. Een nieuwe app. Jij en ik. Ja, het is waanzinnig populair. Ja, het is waanzinnig populair, dus ik probeer een beetje hip te doen. Oh, jij bent hip. Nee, ja. Ik probeer, let wel, ik probeer hip te doen. Ja, ja. En op Clubhouse heb je elke maandag tot met donderdag om 10:30 Kleur de Clubhouse. Waar we eigenlijk met kandidaat-Kamerleden die bij ons aangesloten zijn, in de picture zetten. Iedereen kan meepraten, iedereen kan meedoen. En we steunen ook andere initiatieven, zoals Politieke Jongeren op Instagram, een Facebookpagina of een Instagrampagina met al heel veel volgers die oproept om jongeren naar de stembus te laten gaan. Dan is er nog een initiatief, Represent Yourself. Wat is dat voor initiatief? Dat is een initiatief wederom van een groep jongeren die het op zich genomen hebben om meer jongeren politiek betrokken te maken. Nou, laten we ernaar gaan kijken, want er is een filmpje van. Ik bedoel, dat verspreiden ze op Instagram. Ja. Ik wil jou alvast bedanken dat je hier weer was. En tot volgende keer. Tot volgende keer, dankjewel. We stemmen niet. Politiek Den Haag boeit ons niet. Wat heeft de politiek ooit voor mij gedaan? Ik heb niks gezien. En toch zijn er kansen. Maar dan moet onze generatie opstaan. Opstaan tegen de mensen die regels stellen, maar zich te weinig in ons verdiepen. Wat hé, hoe stem je niet dan? Misschien zit er wel een partij of persoon tussen in wie jij je kan vinden. En als je nergens voor stemt, stem dan tegen iets. Stem tegen de mensen door wie jij niet gerepresent wordt. Stem tegen de mensen waar jij het niet mee eens bent. Doe iets. Neem je rode paspoort mee naar die fucking stembus en laat je horen op 17 maart. Aan tafel zitten nu Peggy Burke, co-host, Milka Yemanië. Ze staat nummer 38 op de lijst van GroenLinks. Raoul Bouke en hij staat maar liefst op nummer 10 van D66. Milka Yemanië groeide op in Assen, studeerde politicologie in Rotterdam en in New York en woont sinds enige jaren in Amsterdam. Ze is directrice van de stichting Lemal en die stichting die vraagt aandacht voor een effectiever migratiebeleid. Ze komt ook op voor de belangen van nieuwkomers en vluchtelingen. Raoul Bouke die kwam op 17-jarige leeftijd naar Nederland en studeerde in Delft technische chemie. En hij werkt nu al meer dan 13 jaar in het politieke hart van Europa en daar houdt hij zich bezig met de duurzaamheid. En nu maakt hij zich op om in het politieke hart van Nederland om zich daar te gaan vestigen. Ja. En ondanks het feit dat hij zich bezighoudt met duurzaamheid en met groen, hou je ook bezig met rood. Want je vindt het wel heel erg belangrijk dat mensen hun plek vinden binnen Nederland en Europa. Zeker. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, zeker Peggy. Het heeft alles te maken met mijn komst naar Nederland. Ik kwam op mijn 17e hier naartoe. Met mijn koffertje en een doos. Ik was op het vliegtuig gezet door mijn ouders. Het was een tijd dat Vanuit Suriname. Het was een tijd dat het in Suriname heel slecht ging. En mijn ouders die hebben me op het vliegtuig gezet met de boodschap, kennis is kracht. Educate yourself om verder te komen. En die boodschap heb ik in mijn oren geknoopt. Ik ben in Delft gaan studeren, heb de studie gedaan die mijn ouders ook wilden dat ik deed. Technische scheikunde, ja. Maar ik vind het ook belangrijk om de jeugd en de jeugd van kleur ook die push te geven. Ervoor te zorgen dat ze ook kunnen meekomen in deze samenleving. Want ik heb heel veel van wat ik gedaan heb ik in mijn eentje gedaan in die eerste jaren. En dat is best een struggle geweest. Mm-hmm. Maar nu wordt het de jeugd wel heel erg moeilijk gemaakt. Hè? Want het is begonnen met een leenstelsel. Hè? Dat onze kinderen, of tenminste onze kinderen, heel veel gekleurde kinderen, die gaan niet meteen naar de universiteit, maar moeten een heel lang traject afleggen voordat ze op de universiteit komen. En als je daarvoor geld moet lenen, dan lijkt me dat een flinke barrière. Dat is het ook. Dat is het zeker ook. En ik denk, om die reden dat het belangrijk is dat we van het leenstelsel afkomen en dat we weer teruggaan naar een beurs. Ik vind het ook belangrijk dat we naar een beurs gaan waarbij de zwaarste, de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dus hè, wat mij betreft gaan we echt naar een beurs toe van hè, mensen met een kleine beurs,
die kids moet het meest geholpen worden. Maar er is nog iets anders dat ik wil noemen en dat heb ik zelf meegemaakt. Een studie doen is één ding, maar het netwerk hebben om verder te komen als je eenmaal afgestudeerd bent is ontzettend belangrijk. Ja, zeker en, als je geen korpsbal bent. Zeker als je inderdaad niet ouders hebt die dat netwerk voor je maken of dat gespreide bedje voor je opmaken. Hoe is dat voor jou, Milka? Want ik bedoel, jij komt uit een, je bent hier naartoe gevlucht met je ouders. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat je kijk op de samenleving ook beïnvloed heeft. Ja, zeker. Het heeft me enorm beïnvloed. Maar het heeft me ook wel weer heel veel meegegeven. Dus het leven tussen verschillende culturen. Het beste nemen van both worlds, zeg ik altijd. Maar ook zeker ook kijken hoe het is als je van een heel ander land komt, hier met je gezin. En om hier inderdaad die eerste stappen te maken. En wat Roel ook net zegt over een studie doen is één ding, maar inderdaad dat hele netwerk eromheen. Als je dat niet per se van je ouders kan krijgen, ja, dan moet je toch echt wel zelf gaan doen. Ja, wat ik dan bijzonder vind, want jij zegt van omdat je dat hebt ervaren. Als 17-jarige kom je hier in een vreemd land, die moet je heel erg aanpassen. Je komt van alles tegen aan obstakels. En dat heeft ook je politieke bewustzijn gevormd. Zij heeft dat ook, maar zij heeft dat meer, zij richt zich meer op het vluchtelingenwerk. Dat doe jij niet. Jij richt je meer op... Op groen. Ja, op groen. Ja. Dat is niet echt iets waarvan je denkt van nou, dat heeft te maken met je sociale betrokkenheid. Of met nieuwkomers of mensen die van ergens anders komen hier naartoe. En die houden zich dan bezig met het milieu. Ja, ja en nee. Mijn groene hart komt uit Suriname. 93%. Het is daar alleen maar groen, ja. Het is een en al groen. En ik heb op Mungo gewoond. En mijn moeder die komt uit Coroni. Dat is echt nog groener dan Paramaribo zelf. Dus dat groene hart heb ik daar vandaan meegenomen. Het heeft wel alles te maken met ook mensen helpen die niet goed kunnen meekomen. Want het klimaatprobleem is ook een probleem van, het is hier gecreëerd, maar bijvoorbeeld in het Caribisch gebied, in Zuid-Amerika, in Afrika worden de effecten nog veel harder gevoeld. Dus wat je eigenlijk zegt is dat het vluchtelingenprobleem ook een klimaatprobleem is. Dat is zeker een klimaat. En dat gaat alleen maar groter worden, ja. Naarmate de effecten groter worden. Ja. Dus het heeft heel sterk twee kanten. Het heeft de groene kant, maar het heeft zeker ook een kant van solidair zijn en elkaar helpen. Het heeft, vind ik, ook een morele kant. We hebben ook, vind ik hoor, hier in Europa de morele plicht om er niet alleen iets aan te doen, maar ook landen in Zuid-Amerika. Maar wordt dat dan zo gezien? Want als ik naar het nieuws kijk en ik zie Nederlandse boeren die zwaar gesubsidieerd worden vanuit Brussel. Ja. Op het Malieveld staan met hun dure tractoren van ik weet niet hoeveel honderdduizend euro. Die hun hachi willen redden. Dat heeft toch niets met solidariteit te maken? Nee, kijk, ik wil niemand zijn broodwinning afpakken, maar dat hoeft ook niet. D66 heeft in Brussel al jaren strijden we voor het verlagen van de subsidies. Want het zijn boeren die het vaak al heel goed hebben, waar heel veel subsidie naartoe gaat. Ja. En het probleem is nog groter hier in Nederland bijvoorbeeld. De manier hoe we boeren is helemaal niet goed voor het milieu. Nee. Dat kan echt anders. De grootste vervuilers zijn de boeren. Ja. En daarbij is 70% is niet voor ons van wat zij produceren. Precies. Dat is gewoon voor de export. Ja, precies. Ja. Dus het is heel erg belangrijk dat die boeren op een gegeven moment gewoon gaan verduurzamen. Hè? Ja. Dus inderdaad wat jij net al aangaf. Dus hoe gaan we anders om met het produceren? En niet alleen maar gericht op dat export en dan zeg maar dat kapitalistisch systeem eigenlijk. Milka, je zit bij GroenLinks, de milieupartij. Zes mensen, de zes eerste mensen op die lijst van GroenLinks, dat zijn echte milieumensen. Mm-hmm. Hoe ga jij daar tegen opboksen om jouw punt
over antiracisme, vluchtelingenproblematiek op de kaart te zetten. Want het is een en al milieu. Ja, maar ik zie inderdaad ook milieu, klimaat, zie ik gewoon als een thema overstijgend onderwerp. En zo is dat ook met migratie. Die zijn zo connected met each other, net als wat Rode dus net eigenlijk al aangaf. Dus ik hoop door dat vooral veel aan te geven, dat je niet het ene kan aanpakken zonder naar het andere te kijken. Dat ook zeg maar het belang van kijken naar een migratievraagstuk nog prominenter wordt. En daarbij milieu, dus goed omgaan met de wereld voor ons, is natuurlijk ook mensenrechten enzovoorts. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. We moeten niet alleen goed voor de wereld zijn, maar ook goed voor elkaar. Ja, ja, ik ben het wel eens met Milka hoor. En het heeft te maken met ver weg. Hè? Wat doen we in de rest van de wereld? Maar ook heel dicht bij huis. Als je kijkt naar de verduurzaming van onze woningen bijvoorbeeld. Ja. Het heeft te maken met de energierekening naar beneden krijgen. Als het gaat om isoleren van woningen. Ervoor zorgen dat we onze woningen schoon en minder tochtvrij krijgen. En wij vinden, en daar vinden we GroenLinks ook echt in als partner in crime in. Ja. Ervoor zorgen dat ook de sociale huur bijvoorbeeld. Dat die woningen ook verduurzaamd worden. En het gaat om hele grote bedragen. Hè? Het zijn bedragen die mensen niet zelf kunnen ophoesten. En die tweedeling die ik in de maatschappij steeds meer zie, ook als het gaat om verduurzaming, dat gat moeten we dichten. Dus het is ook heel dicht bij huis. Hè? Mm. Het heeft ook te maken met de mensen die hier in de wijk wonen. Ja. En daar merk ik GroenLinks en D66 weten elkaar. Maar nu hoor ik Jesse Klaassen daarover heel erg flirten met D66. Mm-hmm. Hè? Hij wil een linksblok hebben, waarbij D66 een deel van uitmaakt. En ik zie jullie nog een beetje terughoudend reageren. Als ik naar jullie luister, dan zou dat niet zo hoeven te zijn, toch? Ja, eerst Milka. Over. Ik wil ook wel eerst, hoor. Is goed. Gaan we nadenken. Maar wat ik sowieso wilde zeggen over, want je gaf net aan, hè, hier in de wijk, duurzaamheid, heel erg belangrijk, ook hier in Nederland. Zeker, maar daarom denk ik dat de groene onderwerpen en de rode onderwerpen weer elkaar hierin moeten versterken. Want kijk, als je zorgen moet maken over een dak boven je hoofd, of dat je wel een baan kan houden, of dat je toegang hebt tot de zorg, dan is het heel moeilijk om ook nog eens aan duurzaamheid te denken. Dus daarom is het zo belangrijk dat we ook dit soort dingen goed regelen in Nederland, zodat we inderdaad ook duurzamer kunnen gaan leven. Want het een versterkt het ander, het een kan niet zonder het ander. Ook weer hierin. Ja, klopt. Maar dat is, ik roep het in alle debatten en op alle podia waar ik kom, de verduurzaming heeft ook alles te maken met het creëren van banen. We hebben een tekort aan technici om al die nieuwe installaties in al die woningen te installeren. Dat zijn banen. Dus voor mij gaat groen beleid echt samen met arbeid creëren, met banen creëren voor mensen. Laten we het hebben over Europa, want aan de zuidgrenzen van Europa vindt een humanitaire ramp plaats. Waarom laten wij dit toe als Europa? D66 zit in het kabinet, hè? Ja, wij zitten in het kabinet. We zijn ook heel actief in Europa. We zijn de Europapartij van Nederland. We zijn heel sterk voor Europese samenwerking. En wij geven ook steeds aan dat het migratieprobleem moeten we Europees oplossen. Duurzaam volgens Milka. Ja, toch? Zeker. Duurzaam. En ook, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, is wij zijn als Nederland ondertekenaar van en de Verklaring van de Rechten van de Mens en het Vluchtelingenverdrag. Ik zie er geen reet van. Ja, dat inderdaad. We hebben er zelf een probleem mee om kinderen die hun ouders hebben verloren en alleen in Moria zitten op te vangen. Ja. 500. Ja. Ja. Daar hebben we moeite mee. Ja. Nou, dat is met een discussie. Ja, terwijl er dus heel veel gemeenten zijn die eigenlijk zeggen van, wij zijn willing, kom maar. Hè? Maar dan houdt de overheid dat tegen. Dat is toch heel bizar. En waarom houdt de overheid het tegen? Niet omdat we het niet kunnen, hè? Want wir schaffen das. Ja, ja. Maar omdat voor de mensen die anders op Wilders gaan stemmen. Het is puur publicitair. Terwijl dat ook niet, want je ziet ook een hele andere kant. Want al deze gemeenten die eigenlijk zeggen van nee, kom maar wel. Of al die demonstraties die de afgelopen jaren zijn geweest. Al die hashtags van haal de kinderen uit Moria. Dat is ook Nederland. Hè, dus waarom zouden we niet dat inderdaad inzetten en om wel kinderen uit Moria te halen? En Moria, hoe wil je dat gaan doen als je straks in de Tweede Kamer zit? Ik wil het dan gelijk helemaal aanpakken en duurzaam aanpakken. Want wat Moria gebeurt is verschrikkelijk. Ik heb zelf in Italië veel gewerkt, in Lampedusa, in Sicilië. Ja, ja, ja.
als je weet wat er op de Middellandse Zee, nou dat weten we helaas ook, maar ook alle pushbacks, hè, dat is ook Europa, die het eigenlijk boten weer terugduwt. Ik bedoel, de slavernij in Libië. In Libië, dankjewel, ik heb het altijd over Libië. En Libië, ook daarin investeren wij vanuit Europa weer in die kustwacht, die daar dan alles moet tegenhouden en mensen in het Libië moeten houden. Verschrikkelijk, hè? Dus al met al, dit is gewoon wat we nu aan het doen zijn. Voor het Europa bouwen, die kinderen laten in Griekenland. We zijn gewoon pleisters aan het plakken. Ja. En we sluiten onze ogen. Dus maar ik nu hoop... ga jij een duurzaam migratiebeleid ontwikkelen. Ja, dat wil ik. En ik denk dat het al heel veel over maar is gesproken. Hoe ga je dat doen? Ik denk als eerst over Europa moet je toch wel gaan kijken naar een herverdeling. Als we nu kijken, we zeggen eigenlijk middels het Dublin-verdrag zeggen we iedereen die aankomt in het eerste land, die is maar verantwoordelijk. Dat kan natuurlijk niet. Je kan niet Griekenland en Italië opzadelen, zeg maar, met alle mensen die nieuw komen. Dus ik zeg herverdelen binnen Europa, maar ook zorgen dat er gewoon veilige routes komen, zodat mensen niet meer overgelaten zijn aan mensensmokkelaars. Zodat mensen niet overgelaten zijn aan rubberen bootjes en dan maar kijken of ze het moeten halen of ze niet. Ze komen toch. Raoul, D66... zit in het kabinet. Ja. Ik ga jou er niet op vastpinnen hoor. Goed, want jij gaat erin komen en dan wordt het helemaal anders. Maar ze stemmen mee. Ze zijn niet een partij die zegt van ho, soms dat kan niet. Ja. Ik nog heel even terugkomen op wat Milka zei. Want Milka heeft helemaal gelijk. En dat is ook de aanpak die D66 voorstaat. Europa is niet alleen maar een markt. Het is ook een gemeenschap die op waarde gebaseerd is. Daar zijn we echt al jaren mee bezig. Daar struggelt Europa natuurlijk heel enorm erg mee. Wat belangrijk is, en dat is mijn punt, op 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus. Het is belangrijk dat we de progressieve partijen, of het nou GroenLinks is of D66, zo groot mogelijk maken. Want dat is eigenlijk de enige manier om op nationaal niveau in ieder geval, in de Tweede Kamer en de regering, het kabinet, om iets anders te krijgen dan wat we de afgelopen jaren gezien hebben. En dan kom ik op jouw vraag, Yvette. Wij hebben, D66 zit in de regering. Wij zijn van de vier partijen, zijn we er één, met 19 zetels. En wij hebben geknokt. Wij hebben geknokt alleen als één van de vier, there's so much you can do. Ik zeg er wel bij, en daar ben ik ook heel eerlijk over, ik ben nog steeds, hè, als Raoul, ook blij dat D66 in dit kabinet gedaan heeft wat ze konden. Want als wij niet in het kabinet zaten, dan was de VVD met het CDA, de PVV en andere rechtse partijen zoals de SGP, hadden helemaal niets geregeld. Dus hè, het probleem in Nederland is, er is een rechtse meerderheid in die Tweede Kamer. En al daar jaren. Moeten we van af. Ja. Hè? Dus als je het hebt over de politics, de bigger politics, we moeten af van die rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Maar dat is één ding inderdaad. Maar ik denk ook dat we gewoon heel goed moeten kijken naar het onderwerp migratie. En dat de hele tijd dat problematiseren, dat mogen wij ook veel sterker ontkrachten eigenlijk. Hè? En eigenlijk ook en veel meer kijken. En wie zijn we? Het linkse blok hoop ik dan, hè? Want we zeggen dat we het samen gaan doen. Ja. Nou ja, ik wil dat. progressieve blok. Het problematiseren van migratie is een probleem. Dus we moeten ook gewoon gaan kijken van wat is migratie, hoe vluchtelingen, migranten, alles wordt een beetje, alle thema's of alle dingen worden door elkaar. En daarbij vooral het inburgeringsexamen afschaffen. tot slot, we moeten anders. Het afronden. Oh, ja. We zijn Kleur de Kamer en we vinden dat zoveel mogelijk mensen op zwarte mensen moeten gaan stemmen. Als je laag staat zoals jij op 38, moet jij met voorkeur stemmen. 35. 35. Sorry, 34. 34. Je bent erboven gegaan. 34. Nee, ik stond al op 34. Oh, sorry, we hebben ons vergist. maar goed, dat jij met voorkeur stemmen de Kamer inkomt. En dat Raoul Bauke, hij staat op 10, hij komt er waarschijnlijk wel in. Ja. Maar dat hij gewoon wel zijn achterban heeft die op hem gestemd heeft. Ja, ik zou heel graag de Kamer inkomen met inderdaad voldoende achterban en voldoende mandaat. Want dat is ook belangrijk in de fractie. Maar ook in die hele Kamer met 150 Kamerleden. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid en heel veel succes. Dankjewel. En wij gaan naar Farello, die vraagt aan de mensen op straat of ze gaan stemmen. Hallo, ik ben Fine Creator. De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. En ik ben in Almere en vraag de mensen, ga je stemmen? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? Ik ga zeker stemmen, ik ga op GroenLinks stemmen. Gaat u stemmen? Natuurlijk. Natuurlijk ga ik stemmen. Mag ik vragen op wie? Op wie? Weet ik nog niet.
Ja, ik ga op GroenLinks stemmen. Ga je stemmen? Ik ga stemmen, joh. Op wie? Dat weet ik nog niet. Ja, ik wil wel graag stemmen, ja. En op wie? De PvdA. Ik heb het nooit gedaan en nu ook geen behoefte om te doen. Nee, echt niet gewoon. Waarom moeten we stemmen dan? Ja. Nee, ik ga niet stemmen. Ze zijn geen 18. Maar als je je stem zou uitbrengen, wie denk je dat je zou stemmen? Ik denk wel PVV, man. Ja? Ik zal wel eerlijk zijn. Ja? Oké. Okay. Mag ik vragen op wie? Nee, dat wil ik voor mezelf houden. Weet ik nog niet eigenlijk. Wordt de eerste keer dat ik stem. Nou, ik bemoei niet zoveel met politiek. In ieder geval niet op een boevenpartij. Want... U heeft geen vertrouwen in ze? Ik helemaal niet. Die Rutte, jongen. Echt. Wat moeten we met die man doen? Ja. Op wie? Geen idee. Ook geen idee. Wat is het met die jongeren die niet weten op wie ze moeten gaan stemmen? Ja, uitstelgedrag. Nou ja, is het de eerste keer dat je gaat stemmen dan? Ja. Naima Azoogh was in de periode van 2002 tot 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Het was woordvoerder onderwijs, justitie, binnenlandse zaken en vluchtelingenzaken. En tegenwoordig is zelfstandig adviseur voor maatschappelijke organisaties. Welkom, goed. Naima. Dank je. Nou, we hebben het net gehoord. De representatie van mensen van kleur in de Tweede Kamer laat nogal wat te wensen over. Hoe komt dat volgens jou? Nou, het heeft heel veel. Er zijn heel veel factoren voor. Maar één Noem van de belangrijkste. De belangrijkste is dat ze niet op de lijst worden gezet. Daar komt het natuurlijk wel op neer. Ja. En nou. Waarom worden ze niet op de lijst gezet? Of zijn ze er niet? Zijn ze te slecht? Nee, ze zijn zeker niet te slecht. Ik denk dat ze. Het hangt wel vanaf welke partij. Ik denk dat er gelukkig een aantal partijen zijn die er echt wel stappen laten zien. En laten zien dat mensen van kleur deel uitmaken van de samenleving. Dus vanzelfsprekend ook deel uitmaken van de politieke spectrum. Er zijn ook partijen die daar zich helemaal niks aan gelegen laten. Ik denk dat bij die partijen het interne debat er niet is. Dat ze ook niet erop aangesproken worden. Want daar begint het mee. Als je ergens op aangesproken wordt. Als je ziet dat het nuttig is. Dat het belangrijk is. Dan ga je ermee ook mee aan de slag. En dat gebeurt onvoldoende. Maar was het in jouw tijd nou veel anders? Heel anders? Nee. Nee, dat geldt toch, ook. Er waren toch meer mensen van kleur in die Tweede Kamer dan nu? Destijds zeker meer dan nu. Ja. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat met de komende verkiezingen daar al verandering in gaat komen. Maar in mijn tijd was het vanzelfsprekender. Dat lag ook wel aan partijen als PvdA, GroenLinks. Misschien ook wel een beetje D66, waar vanzelfsprekender gekeken werd naar welke gemeenschappen vormen zich, maken nou deel uit van de samenleving en die willen we hier vertegenwoordigd hebben. Voor een deel was dat ook tokenisme. En ik denk dat dat tegenwoordig en terecht bekritiseerd wordt. Maar komt het ook omdat het debat een beetje verhard is, niet alleen in de Kamer, maar ook in de samenleving, de polarisatie? Heeft dat er ook mee te maken dat er veel minder mensen van kleur in die Tweede Kamer zitten? Dat mensen op zichzelf teruggeworpen worden in hun eigen gemeenschap? Dat, ja, in dat opzicht. Nou, ik denk wel dat invloed heeft op hoeveel mensen actief willen worden. Want ja, ik bedoel, het politieke debat is verhard, is ruw. Je ziet dat je al snel... Het doelwit wordt van allerlei ongelooflijk nare en vilijne aanvallen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat jonge mensen en ook oudere mensen van kleur misschien wel tot 3 keer denken van nou wil ik me daar wel in moeien. Ja. En dat was denk ik 10, 20 jaar geleden echt anders. Ja, maar laten we even teruggaan naar die 10, 20 jaar geleden. Dat klinkt heel lang geleden. Dat klinkt lang geleden toen jij erin kwam. Ja. Want ik heb in de vorige uitzending heb ik met John gesproken. Mm-hmm. En die vertelde dat er nogal wat obstakels waren. Ja. Toen hij in die kamer kwam. Was het bij jou ook zo? Ja, ik was jong. Ik was nog niet eens 30, geloof ik. Ik was vrouw. Ik was een kind van uit de arbeiderswijk in Rotterdam-Zuid. Ik was van migratie komaf, zoals dat noemt. Dus ja, er waren genoeg mensen die makkelijk over je heen keken. Ja, ja. Maar ik zou je concreet kunnen vertellen van wat kwam je daar tegen? Ja, wat kwam ik daar tegen? En wat vond je er moeilijk in, om je staande te houden in die Tweede Kamer? Nou, weet je wat je moet bedenken? Is dat je eigenlijk een verzameling van zelfstandigen bent in zo'n fractie.
Je hebt allemaal je eigen tokootje. Je eigen portefeuille waar je verantwoordelijk voor bent. Je moet naast de discussie die je voert met andere partijen eerst het pleit winnen in je eigen fractie. Je bent voortdurend op weg bezig, beleidsinstukken lezen, informatie ophalen, met mensen spreken, met ministeries in gesprek, beleidsambtenaren. En wat je ziet is dat je daardoor, het is een eenzaam vak. Dus als je het hebt over hindernissen, er zijn heel veel hindernissen. En een van die hindernissen is ook dat je ergens in terecht komt. En dat is bij wijze van spreken 2 meter diep en je hebt net leren pootje baden. En in die omgeving moet je heel snel leren. En moet je heel snel boven water zien te houden. Je zegt het is een eenzaam vak, maar je zit daar met allerlei partijgenoten. Zijn er dan geen mensen die wiens handje kan vasthouden of die een arm om je heen slaan of die je op weg helpen? Zeker. Ik had in mijn fractie een hele goede band ook met Ineke van Gent bijvoorbeeld. Dat was mijn maatje. En verdeelde ook veel. Ook gewoon het feit dat we allebei niet vanzelfsprekend met hoogopgeleide ouders waren opgegroeid en dergelijke. Maar desalniettemin, je staat er wel alleen voor. Je staat daar alleen achter het katheder. Je staat alleen in debat met een minister. Je staat alleen in debat met andere partijen waar je ook van wilt winnen, om het zo maar te zeggen. Dus er is zeker kameraderie. Maar er is ook wel, het is gewoon ook wel politieke strijd. Heet niet voor niets politieke strijd. En dat is op meerdere partij. Soms ook in je eigen fractie, soms ook in je eigen partij, ja. Ja. Wat heb je gedaan om jezelf staande te houden daar? Nou, wat ik wel voortdurend, waar ik me voortdurend bewust van was, als ik het is een politieke bubbel, het is een bubbel sowieso, dus je wordt wel erin ingezogen en ik heb ontzettend veel er ook van geleerd, maar je, op een bepaald moment is die ene motie of dat amendement, is, daar hangt de wereld vanaf bij wijze van spreken en dan stap je eruit en dan ben je op bij wijze van spreken bij Maashaven Rotterdam-Zuid en dan besef je de wereld is groter. Ik bedoel, wat dat betreft waren mijn ouders ook, die vonden het hartstikke gaaf dat ik daar in Den Haag in de Tweede Kamer zat. Maar verder kon het niet heel veel schelen. Het is niet alsof ze me de hele tijd bevroegen van wat heb je nou weer gedaan. Of daar, dat was een andere realiteit en dat houdt je denk ik ook wel aard en gegrond. Ja. Waarom is het belangrijk, ik neem aan dat het misschien ook hiermee te maken heeft, dat je dat er meer politici van kleur in de Tweede Kamer zitten. Het is ontzettend belangrijk dat er meer diversiteit überhaupt in de Kamer zit. Maar ik bedoel, het gaat ook mensen van kleur. Ja. Want die hebben natuurlijk andere issues die ze naar voren willen brengen, maar heel veel mensen die naar willen luisteren. Nou, ik denk wel dat er steeds meer mensen naar willen luisteren. Dat is absoluut. Dat is wat ik zie in ieder geval. Ik denk dat er veel meer oog is voor bijvoorbeeld überhaupt racisme en discriminatie. Openlijk bediscussiëren, duidelijk benoemen, is nu vanzelfsprekender dan dat het 10 jaar geleden of 20 jaar geleden was volgens mij. Wat ik denk dat ons heel belangrijk is, dat mensen denken dat ze voor anderen kunnen spreken. Ik heb een keer een debat gehad met een vrouw die gemeenteraadslid was en die zich afvroeg van ja, maar waarom is het zo belangrijk dat er per se mensen van kleur bijvoorbeeld in die fractie in de gemeenteraad zitten, bij mij in onze fractie. Ik kan toch ook opkomen voor hun? Zeg ik, ja, dat kan jouw mannelijke collega ook over jou zeggen. Waarom ben jij nodig in die fractie? Die man kan toch ook heel goed voor jou opkomen? En toen viel het kwartje. Ja. En ik denk dat kwartje bij veel mensen, te veel mensen, nog niet het geval is. Vind je dat je genoeg gedaan hebt voor de zwarte zaak? Wat bedoel je met de zwarte zaak? Nou ja, het is een politieke statement, hè, de zwarte zaak. Maar gewoon voor mensen van kleur. Voor mensen van, met een migratieachtergrond. Voor mensen uit de voormalige koloniën. Ja. Je hebt ook te maken met je achterban. Hè? Denk je dat je daar genoeg, want je bent volksvertegenwoordiger. Nee en ja. Nee, omdat ik denk dat er nog zoveel meer te doen was. En dat er ook momenten waren waarop wij. En dat was ook, als je het hebt over eenzaamheid. Het was ook een tijd van heel veel tegenwind. En vaak dat je in je eentje ergens voor opkwam, bij wijze van spreken. Ja. En ik denk ook als het gaat over discriminatie, stageplekken. Ik kan me herinneren dat we daar 3
keer in 3 verschillende hoedanigheden over discussieerde en dat weer opbrachten, daar een rapport over maakten of een nota. En dat je dacht van ja, dit is water naar de zee dragen. Wat kan je, waarom slaat het niet aan? Waarom horen mensen het niet? Dat is heel eenzaam. Ja, nou ja, goed. Maar tegelijkertijd kan ik je ook het voorbeeld geven van de keer dat ik in Den Haag Centraal uitstapte uit de trein. En dat iemand naar mij toe kwam en die zei, ik heb je gisteren gehoord over mensen die uit de gevangenis komen. Die op straat staan en hun leven opnieuw moeten beginnen. En ik ben zo blij dat jij dat zei. Ja, daarmee heb je mij, mijn verhaal verteld. En dat waren wel momenten dat ik besefte van, ja, weet je, het gaat voor een deel om wat je kunt bereiken. En dat is helaas als oppositiepartij niet altijd evenveel. Het is soms ook het vertegenwoordigen van die stemmen die vaak ongehoord blijven. Ja. En dat heb ik in ieder geval altijd geprobeerd. En ik heb daar vast ook heel vaak in gefaald. Nou, de laatste vraag. Want we zitten hier met een stel aspirant-Kamerleden. Ja. Geef ze iets mee. Wat wil je ze meegeven? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel goed het waarom. Waarom wil jij de Kamer in? Wat wil je daar precies bereiken? En dat je voor jezelf dat eigenlijk vooraf een soort van contract met jezelf maakt. Dit is wat ik wil agenderen, elke keer weer. Dit is wat ik wil bevechten in diezelfde Tweede Kamer. En dat je jezelf dat regelmatig voor ogen houdt. Want je gaat meegesleept worden in de vele commissies en de vele stukken die je moet lezen. En de vele debatten die je kunt voeren over van alles en nog wat. Allemaal ook heel erg belangrijk. Maar als je het waarom vooraf voor jezelf heel helder hebt, dan blijft dat voor jezelf helder. Nijma, we missen je in de Tweede Kamer. Maar hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn. Dank je wel. En wij gaan weer even naar de straat. Want Farello die vraagt of het noodzakelijk is om excuses te vragen voor het slavernijverleden. Laten we de mensen ook vragen. Het slavernijverleden, moet daar een excuses voor komen? Ja of nee? Jullie zijn te jong om te stemmen. Dus dat is helaas nog te vroeg. Maar we kunnen het wel hebben over het slavernijverleden. Ongetwijfeld krijg je dat ook op school. In de lessen. Een excuses voor wat er allemaal gebeurd is. Denk je dat het op zijn plaats is? Jawel. Jawel. Het zou toch wel op zijn plaats zijn, denk ik. Ja. Yeah, I mean, why not? Yeah, absolutely. Het is vervelend, want het blijft natuurlijk nog steeds een beetje het racisme ook daar rondom. Maar ik denk ook, het is wel al gebeurd, dus een excuses is misschien een beetje te laat. Ik persoonlijk vind het echt vreselijk wat mijn voorouders andere mensen hebben aangedaan, maar ik kan dat nu niet meer veranderen. Het is gebeurd en daardoor vind ik niet dat het op zijn plek is om de mensen van tegenwoordig daarvoor aan te spreken. Maar je moet kijken naar het verleden, want toen is het ook gebeurd. Als het gewoon van heel Nederland komt, dan wel, maar anders gewoon niet. Ik vind van wel. Sowieso. Ik zou het wel gepast vinden als er een excuses zou komen. Het is gewoon de dingen wat vroeger is gebeurd, dat kan je gewoon niet meer terugdraaien. Dat kan je nu niet meer, ja, je kan er nu geen sorry meer tegen zeggen, want het is gebeurd. Ik weet niet zoveel van de slavernijverleden, maar excuses wel op zijn plaats. Ja, maar we gaan het niet krijgen. Eigenlijk wel, want wat ze hebben gedaan in het verleden kan eigenlijk niet. Maar we kunnen niet doen alsof het verleden niet is gebeurd. Het is wel al gebeurd, dus een excuses is misschien een beetje te laat. Ik zou het wel gepast vinden. Lastig, lastig. Ik denk dat je de tijd niet terug kan draaien. En natuurlijk is het erg wat er is gebeurd. Ik bedoel, dat vindt iedereen wel. Maar om daar nu nog op terug te gaan. Ik kijk alleen naar de toekomst, toch? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Het is een kwestie van honderden jaren geleden. Ik doe slavernij nodig moeten, toch? Meer kleur in de kamer. Is dat gewenst? Zeer zeker. Gewoon iedereen is gelijk. Ze moeten het beginnen in te zien. Oh, iedereen moet gewoon met hetzelfde respect behandeld worden, vind ik. Inmiddels zijn aan tafel aangeschoven Marvin Hokstam, co-host. En hij is ook de hoofdredacteur van Afro Magazine Online. Naast hem zit Stephanie Bennett. Ze staat op nummer 18 van de lijst van GroenLinks en daarnaast Elvin Richters. En hij staat op nummer 5 van de lijst van NIDA. Stephanie Bennett werd als 17-jarige politiek. Ze studeerde toen ook al in Groningen psychologie. En belangrijke thema's voor haar zijn de inclusieve samenleving, racisme en discriminatie. Elvin Richters is theatermaker, maar hij is ook activist en een van de voormannen van de kick-out Zwarte Piet in Rotterdam. En hij was ook een van de organisatoren van de Black Lives Matter demonstratie in Rotterdam. En hij is nu dan ook aspirant kamerlid voor NIDA. Ja, klopt. Toch? Ja,
Ik moet misschien leuk om te vertellen is dat ik Elvin voornamelijk van Facebook ken, waar hij altijd heel erg interessante scherpe posts heeft en het gaat meestal over racisme en over discriminatie. Elvin houdt zich heel erg bezig met anti-discriminatie protesten en nu ineens politiek. Waarom? Ja. En waarom nu? Eigenlijk was die overgang voor mij vrij logisch. Sowieso bij KZP, Kick Out Zwarte Piet, is er veel contact met politiek. Omdat we demonstreren niet voor onze lol. Eigenlijk de bedoeling van demonstreren is een middel. En soms vergissen mensen zich daar wel in, vooral politici. Maar we willen eigenlijk dat het uitmondt in beleid. In ieder geval willen we het systeem ontmantelen en ontdoen van racistische elementen. En ik denk dat we zeker nu op een punt in de tijd zijn beland. Met alle Black Lives Matter demonstraties van vorig jaar. Dat ja, die overgang was voor mij een logische overgang. Is NIDA daar de juiste partij voor? Ja, omdat NIDA was eigenlijk de eerste partij, zeker in Rotterdam, die onze standpunten van dingen die gebeurden. Bijvoorbeeld, er was in 2018 geloof ik, of 2017, waren er 200 demonstranten gearresteerd in Rotterdam. Daarnaast, als het ging over Zwarte Piet of eerder... wat kunnen we doen qua beleid om van dat raciaal karikatuur af te komen. Zij brachten dat in een tijd dat het nog niet populair was, zeg maar 7 jaar geleden, dienden zij al moties in. Dus zij waren heel erg begaan met dingen die de zwarte gemeenschap hoog zat, die we zat waren. Stephanie, jij bent ook al vanaf je 17e politiek actief. Ja, politiek klopt. Actief. Je hebt het. Je zat in de gemeenteraad. Nee, ik ben statenlid. Statenlid, neem ik kwalijk, statenlid. Ja, ik verward die dingen al meestal. Goed. En je hebt er ook voor gezorgd dat er een speciale antiracisme dag in Groningen is gekomen. Ja, klopt. Ja, wij hebben in juli vorig jaar. Heb ik samen met de fractiegenoten met wie ik die portefeuille deel, hebben wij een debat geagendeerd over racisme en discriminatie. En een van onze vragen aan het college, dat is eigenlijk, je kan het vergelijken met de ministers van de provincie, hebben we gevraagd of ze aandacht willen schenken aan de dag tegen racisme en discriminatie. En wij vinden dat belangrijk, omdat het vaak begint bij bewustwording. En de provincie is een bestuurslaag waarbij er niet ontzettend veel ruimte is voor een thema als diversiteit en inclusie. Nee, het wordt voor oude mannetjes. Is ook wel een beetje zo. Ja, dat is gewoon zo. Het wordt ook de minst sexy bestuurslaag genoemd. maar wij vinden het belangrijk dat daar ook dus oog is voor diversiteit en inclusie. En dat begint dus vrij op een laag niveau. Probeer eerst de provincie er aandacht aan te laten schenken. En dat gaan ze nu doen middels educatie en activiteiten. Dus wij zijn er echt hartstikke blij mee dat dat gelukt is. Maar waarom GroenLinks? Nou, GroenLinks is voor mij een partij die niet alleen oog heeft voor het klimaat, dat wordt heel vaak gedacht, maar ook een hele sterke sociale agenda heeft. We hebben een heel links partijprogramma met ontzettend veel initiatieven die soms nog linkser zijn dan de SP. Maar wat voor mij echt boven, als een paal boven water staat, is dat GroenLinks heel veel doet tegen discriminatie, tegen racisme en voor emancipatie van heel veel bevolkingsgroepen. Dus die combinatie van die sociale agenda, oog voor een inclusieve samenleving, maar ook oog voor een gezond klimaat, dat gaf voor mij de doorslag. Zie ik jou nou fronsen? NIDA was de enige partij die 7 jaar geleden, toen het nog niet sexy was, opkwam. Ik denk wel dat links, maar dat zal geen verrassing zijn. Links heeft natuurlijk op dit onderwerp, zeker als het gaat op anti-zwart racisme, heel veel laten liggen. En ik denk ook dat dat de reden is dat er nieuwe progressieve partijen uitkomen die zeggen van ja, weet je, we zijn het wachten zat, dit gaat niet goed, we doen het zelf wel. De representatie in de Kamer is daar natuurlijk een toonvoorbeeld van. Links is er niet in geslaagd
om een vuist te vormen tegen de verrechtsing. Maar vooruitkijkend vind ik het wel belangrijk dat we dat nu wel gaan doen. Mm-hmm. Dus ik zie dat ze welwillend zijn. Ze hebben ook vaak gevraagd om met de KZP om de tafel te gaan zitten. Na de Black Lives Matter. En het is gebeurd, hè? Je bent bij Mark Rutte gaan zitten. Is gebeurd. Ja, Mark Rutte is weer natuurlijk een verhaal apart. Maar inderdaad, ik heb met hem aan tafel gezeten. Het is ons heel erg gelukt om het narratief van het gesprek om te buigen naar iets wat wij belangrijk vonden. Omdat eigenlijk moest hij met ons aan tafel gaan zitten. Ja. Naar aanleiding van een aanval in Den Haag op KZP. Door geradicaliseerde Piet fetischisten. Wij waren zijn niet geïnteresseerd in Mark Rutte. Waarin dan wel? Wij zijn niet geïnteresseerd in contacten met de ambtenaren. Want die zitten er heel lang. Mark Rutte, die... die zit er ook al lang, hoor. Hij zit er heel lang, maar... Hij komt weer, hè? Waarschijnlijk, misschien. Ik moet zeggen, ik hoop het niet. Niet omdat ik iets tegen Mark Rutte heb. Nou, maar eerder omdat ik vind van dat hij een minister-president... die pretendeert voor alle Nederlanders te zijn... die neemt de consequenties verantwoordelijkheid naar aanleiding van de toeslagenaffaire op zich. En daarom zou hij eigenlijk niet meer terug moeten keren. Maar goed. Maar als je nu terugkijkt op dat gesprek met Mark Rutte... en je houdt daar tegen zijn uitspraak, zijn recente uitspraak... Ja. Dat er geen excuses komen voor het slavernijverleden van deze regering. Hoe kijk je daarop dan terug? Ik zie een man die voor zijn beurt praat. Het is alsof ik een wildvreemde... op straat die met heel iets anders bezig is, aanspreekt en zegt van... Hey, mocht je geïnteresseerd in mij zijn, ik ben bezet. Hmm. Deze man praat voor zijn werk. Hij is aftredend minister-president. Het is een demissionair kabinet. Ja, je zegt, het is gewoon een gratis opmerking. Ja. Jullie gaan deze regering daar niet doen, want jullie hebben het mandaat niet meer om dat te doen. Want jullie zijn demissionair. Ja. Hij moet zich... het is de arrogantie van iemand die niet beseft dat hij en demissionair is... en weet dat hij weer waarschijnlijk... eigenlijk op de zaken vooruitkijken en denken van ik word toch weer minister-president. Ja. Dus ik geef alvast een voorzet. En daarom vond ik het ook goed dat Olungre heeft gezegd van die was het daar gelukkig mee eens. En die zei, je praat voor je beurt. Ja. En als ik aan mag vullen even Elvin, dan vind ik dat je daarin helemaal gelijk hebt. En ik denk dat het probleem hem zit dat er niemand van kleur meepraat in de discussie over dit slavernijverleden. Ja, absoluut. Ja, en juist dat is nodig, want het is een gesprek dat gaat over het verleden van mensen van kleur. Maar er is geen persoon van kleur te vinden in dat hele debat in de Kamer. En dat is, dat vind ik eigenlijk schandelijk. Ja, verwacht je dat, tenminste krijg je nu al de ruimte om jezelf te manifesteren binnen jouw partij? Absoluut. Verwacht je die ruimte ook te kunnen krijgen? Ja, zeker weten. Ik merk dat binnen mijn fractie, ik merk dat binnen de partij, dat wij ontzettend veel ruimte krijgen om ons verhaal te doen, maar dat er ook met ons meegedacht wordt. Dus dat het niet alleen wij zijn die dat verhaal aankaarten, maar dat er ook andere mensen met ons meedenken. En dat is precies waarom ik mij zo thuis voel bij GroenLinks. En ik ben het wel met jou eens dat het eigenlijk veel eerder had moeten gebeuren vanuit links, veel beter had kunnen gebeuren. Maar ik merk daar zeker de laatste 5 jaar een enorme verandering in. En wat ik zo fijn vind, als persoon van kleur ook, is dat het in de politiek eindelijk over racisme en discriminatie mag gaan. Want toen ik jong maar was... Even. Ja. Want je zegt, de politiek kan wel degelijk een belangrijke rol spelen in het bestrijden van racisme en discriminatie. Ja. Maar laten we wel wezen, al decennia lang zijn er... onderzoekjes, zijn stapels dossiers van die onderzoeken. En ik bedoel, laatst hadden we nog iemand hier aan tafel en die moest een onderzoek dat gedaan was door de overheid, door de politiek, uit het stof halen. Dat was ergens ondergeschoven. Hoezo hebben jullie daar geloof in dat het goed gaat komen? Ik heb er geloof in dat er verandering komt, omdat er nu ontzettend veel mensen zijn voor wie het genoeg is. He, die voelen van, wij hebben lange tijd hebben we het geprobeerd middels de dialoog, middels onderzoeken, maar we komen niet verder. Er moet echt iets veranderen. En er is een hele generatie politici opgestaan, en die hebben we hier ook allemaal in deze talkshow gehoord, die daadwerkelijk begrijpt hoe belangrijk concreet verandering is.
Kijk, ik ben ervan overtuigd dat... kijk, het is tweeledig. Enerzijds is racisme een verdienmodel. Er zijn gewoon politici die erbij gebaat zijn dat dat blijft bestaan. Als jij, we gaan het straks weer zien tijdens de verkiezingen. Als er een partij is, een rechtse partij, die een beetje laag staat in de peilingen. Ze zeggen, ze roepen iets islamofobisch, iets over tradities die bewaard moeten blijven. En ze gaan weer een zetje omhoog. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zijn er ook mensen die daadwerkelijk een betere maatschappij willen. En die zien van racisme houdt letterlijk de vooruitgang tegen. Hoe houdt het de vooruitgang tegen? Je laat heel veel kennis liggen. Er zijn heel veel... je laat kennis liggen op alle gebieden, op alle domeinen. We gaan binnenkort, stay tuned, zal niet langer dan 1,5 week, 2 weken duren, gaan we een manifest presenteren, een zwart manifest, vanuit KZP en andere organisaties. En daarin zijn we alle domeinen langs gegaan, dus onderwijs, zorg, kunst en cultuur, justitie, veiligheid. Overal hebben we gekeken met zwarte organisaties van waar zit de racisme, wat kunnen we hierin veranderen in beleid. Dat is KOZP, dat is niet NIDA. Nee, maar NIDA, dat is dus het stukje politiek. Daarom is het belangrijk dat we in de Kamer komen. Hmm. Omdat activisme is één ding. Ik zit ondertussen, zit ik al in de raad, ik ben burgerraadslid voor NIDA, commissie WISA, dat is werk, inkomen, integratie, schulden, armoede in Rotterdam. En ik heb daar gezien, ik werd letterlijk gebeld door Noordien, die zei tegen me, was juli of juni vorig jaar, na die BLM demonstratie, hij zei tegen me, Elvin, ik heb nu een positie vrij als burgerraadslid. Neem die positie in. Ja, nu jullie zijn het erover eens. Er moet meer kleur komen in de Kamer. Wat als jullie in de Kamer zitten? Hoe gaan jullie samenwerken? Of ga je je terugtrekken in je partij? Ga je het partijstandpunt aan... Nee, ik ben sowieso voor verbinding in de politiek. Dat probeer ik als statenlid ook altijd aan te gaan. Hè, want op bepaalde punten kun je elkaar best wel vinden als politieke partij. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mochten wij in de Kamer komen, dat we elkaar dan op blijven zoeken. Omdat er ontzettend veel thema's zijn waar wij dezelfde ervaring in hebben, dezelfde achtergrond in hebben, dezelfde expertise in hebben. Dus het ideaal zou zijn als er veel meer kleur in de Kamer komt en dat die kleur ook allemaal samen gaat werken. Dus daar wil ik zeker op inzetten, want anders heeft het geen zin. Samen kun je meer bereiken dan in je eentje. Maar moet ik dan ook denken aan een soort van... Black caucus zoals ze in Amerika hebben inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld. Waar je buiten de partij lenen om. Ik zou daarvoor zijn. Ja. Ja, ik ook. Ik ben er helemaal voor. Ik ben ook... een voorstander van, dat is misschien weer ook de activist in mij. Daarom ben ik niet je typische doorgewinterde politicus. Want ik wil gewoon zoveel mogelijk zwarte mensen zien aan de linkerkant. Ik wil dat een Sylvana erin komt. Ik wil dat deze dame erin komt. Ik wil een Simeon Blom wil ik zien op GroenLinks. Dat is een van de bekendste zwarte mensen die ik ken van GroenLinks. Ja. Ik wil dat ze er allemaal in komen. En, ik wil dat ze een front vormen, elkaar opzoeken. En dat is hoe je die verrechtsing tegengaat. En hoe je letterlijk de taal verandert in de Kamer ook. Ja, zie ik hier dus een nieuwe organisatie ontstaan? Nou, een nieuwe samenwerking, nou, zeker wel. Bij deze. Waarom zou ik op jou stemmen, Elvin? Omdat ik, een van de redenen, ik denk dat ik het activisme... leuk ben. Nee, activisme is... Ik viel voor je in zo. Ja, nee, juist niet. Het activisme is belangrijk, omdat activisme agendeert. Activisten... Maar je wil niet tot je 80ste met een bordje rond. Dat is het. Ja. Dingen die we agenderen, moeten omgezet. Dat is een van de lessen van de civil rights movements. Die we, als we goed kijken, wat je daar lering uit kan trekken. Het moet uitmonden in beleid. Dat is een van de dingen. Daarnaast moet je ook naar je eigen gemeenschap... richten en moeten vanuit de zwarte gemeenschap zijn er heel veel dingen die we kunnen doen. Maar beleid, ik wil echt, en ik wil een soort ethiek ook weer terug hebben in de Kamer. Dat we niet mensen alleen maar
dat we niet kijken naar mensen van, oké, wat leveren ze op? Heeft een politicus meer geld in het laadje gebracht? Nee, wat is zijn morele standaard? Ja. Wat is zijn morele kompas? Stephanie, waar moeten we op jou stemmen? Ja, ik denk dat ik een politicus ben die handelt en de drijfveren heeft vanuit hele sterke idealen. En ik vind ook dat je als politicus sterke idealen nodig hebt en dat je visie nodig hebt. En visie is geen olifant die het zicht belemmert. Visie is ontzettend nodig, want anders is het net alsof je pizza eet zonder kaas en tomatensaus. Vervolgens moet je aan die idealen wel een soort van concrete handelingen en een pragmatisme vastkoppelen, anders kom je nergens. Je kan ontzettend veel idealen hebben, maar als je niet weet hoe het politieke spel eruit ziet, als je niet weet hoe je die concrete verandering moet teweeg brengen, dan ben je nergens. En ik denk dat ik die twee samen kan brengen. En ik ben net als Elvin voor een stuk menselijke maat in de politiek. En ik vind verder ook dat alles waar het woord markt achter staat, woningmarkt, zorgmarkt, arbeidsmarkt, dat zou geen markt moeten zijn, want het gaat over mensen. Mark Rutte. Ja. ik zie die twee wel samenwerken. Ik zie ze wel samenwerken. Een laatste ding waar ik nog een vraag over heb is, er is altijd historisch een lage opkomst als het om migrantengemeenschap gaat, ja. als tijdens de verkiezingen. Hoe zetten jullie je daarbij in om ervoor te zorgen dat er meer mensen van kleur gaan stemmen? Nou, ik denk dat we eerst moeten erkennen waarom die mensen nooit gaan stemmen of waarom ze zich niet geroepen voelen om te gaan stemmen. Je ziet bijna niemand die mensen goed vertegenwoordigt. Daarbij komt ook nog eens dat de politiek de laatste decennia ontzettend weinig heeft gedaan voor deze mensen. Dus allereerst moeten we erkennen en begrijpen waar het probleem in zit. Maar vervolgens moet je als kandidaat van kleur, maar ik vind ook als witte kandidaat, echt inspannen om deze mensen te bereiken. Hoe doen jullie dat? Nou, door eerst te kijken van wat houdt hem bezig, wat houdt mij bezig als persoon van kleur, maar wat houdt hem bezig? We zitten nu in campagnetijd, hè? Dus ja, hoe moeten ze nu binnenhalen? Contact aangaan. Gesprek aangaan, ook al kan dat nu niet heel makkelijk in real life. Via social media kan dat, je kan contact zoeken, telefoongesprekken aangaan, contact hebben met belangenorganisaties. Dus ga het gesprek aan, is mijn advies. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken en ontzettend veel succes. Yes, thank you. Kom in die kamer. Ja? Marvin, jij ook bedankt. Volgende week zijn we er weer met nieuwe gasten. Bent u er ook? Thank you.